Cardinals. Hallo? Hallo? Dit is Cardinals Kruidel. Met wie? Hallo? Wacht even. Hallo? Hallo, dit is Cardinals Kruidel. Ja, nu hoor ik het. Hallo, met Onno? Ja. Onno Vest? Ja. Ik wilde graag een kamer reserveren. Ja? Ja. Heeft een ogenblikje? Ja. Nou. Jongen, wachten. La 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 la. Een ogenblikje. Vuile hond. Ogenblikje. Geef hem zijn vet dadelijk. Je hoeft er niet te pikken, of wel? Ik hou slik niet. Nou ja, zeg, alsof ik niks anders te doen heb. Even een moment. Ik kan nog eens een kamer reserveren daar, zeg. Ja. Het is toch werkelijk niet te geloven, ja. Carlton Crown Hotel. Het Carlton in Haarlem, dames en heren. Luister allemaal maar goed. Even een momentje. Ja. Godverdomme. Ik geef hem nog 10 tellen hoor. 1, 2, 3. Kan ik u helpen? Ja. Wat is dit nou? Ik bel u op. Een ogenblikje en dan zit ik hier 4 minuten zit ik hier te wachten. Het spijt me meneer, maar het is ontzettend druk. Is het ontzettend druk? Ja, ik sta. Nou ja, alsof ik het niet ontzettend druk heb. Ik heb wel iets beters te doen dan hier een beetje aan de telefoonmenu te hangen. Het spijt me meneer, maar ik kan er verder niks aan doen. Oh, dat geeft toch ook niet. Nee, ja, maar dat geeft toch ook niet. Dat maakt er ook niet uit. Daar gaan we toch niet moeilijk over doen. Ik wil gewoon even een kamer reserveren. Wat maakt het mij allemaal uit, joh. Sorry hoor, af en toe ben ik een beetje op vliegerig, maar ik ben eigenlijk een hele gezellige jongen. Uw naam is Onno Vest? Onno Vest. Vest? Ja, Vest met een D. Ja, Mr. O. En dat is voor uzelf? Ja, en wat mensen. Die komen dan over, maar dat hoeft natuurlijk niemand te weten. En bent u nog van een bedrijf? Wat zegt u? Bent u van een bedrijf? Nee. En wanneer wilt u komen? Nou, zo snel mogelijk. Vanavond nog? Als dat zou kunnen. Ja hoor, heb ik nog een kamer vrij. Ja. En zijn ze geluidsdicht? Wat zegt u? Zijn ze geluidsdicht? Ja, redelijk. Oké. Okay. Vanavond 1:20, 2:00. 1 nacht? We zien wel hoe het loopt. 1 nacht. Deze film loopt 1 nacht. 1 persoon, 1 kamer. Eigen rekening. Wat zegt u? Eigen rekening? Ja, dat laat maar doen, hè. Ja, definitief. En heeft u een garantie voor ons? Ja. Een American Express of een Visa card? Ja, wat u wil. Ja, maar heeft u het nummer voor mij? Oh, dat heb ik nu niet bij me, maar die geef ik u wel, ja. Ja? Ja. Oké, ik zal hem erin zetten. En hebben we nog even een paar vraagjes. Hoe zit het met huisdieren? Kan ik... Huisdieren niet groter dan 20 centimeter van de grond. En dat kleine is op de... honden? Ja, het zijn er een paar. Meerdere? Ja. Ja, het liefst niet te veel. 6, is dat te veel? Dat is te veel, ja. Absoluut. Maar het zijn schatjes, hoor. Ja, het spijt me. Huh? Wat? Het spijt Hallo? Het is echt te veel. Wie? 6 honden. Oh! Nee, maar ik heb geen vriendin van 6 mee. Maar ik heb er 6. Ja, maar... Heb jij een hond? Nee, ik heb geen hond, nee. Maar wij accepteren gewoon niet. Dat is mooi, hoor. Dus mijn eerste hond kreeg ik toen was ik 7. Toen nam mijn vader nam mee. Dat is een man die fokte zichzelf. En toen hebben we daar een hondje gekocht. Ja. Dus ja, ik kan er verder niks aan doen. Dat is gewoon een hotelpolicy. Hallo? Dus, hallo? En ik vind dat hij tegen me zei van... jongen, hè, ik neem je mee en dan mag je hem zelf uitzoeken. En toen heb ik de allerkleinste heb ik genomen. En die had ik toen 3 weken. Toen is mijn vader eroverheen gereden. Met zijn auto. Nee, dat was niet zo fijn, nee. Maar ken je dat? Dat je iets verliest? Dat je jong bent en dat je dan in één keer zoiets verliest? Ja, ik begrijp het. Ja. En dat is niet makkelijk, jongen. Daarom ben ik ook nooit alleen. Hè? Dus daar moet je misschien ook wel rekening mee houden. Dat er wel misschien wat mensen langs kunnen komen. Maar ik neem aan dat geen probleem is. Nee, dat is geen probleem, hoor.
Ja. Is er een muziekinstallatie? Is er een... Het is een radio, huisradio. Ja. Daar moet je toch vaak van hebben als je alleen bent, hè? Van zo'n radio. Ja. Het geluid van de radio. Jij en je radio in de nacht. Ja. Ik ben een rare, weet je wel. Ik ben een poëet. Ja, dat weet ik niet. Dus, maar ik heb hem gereserveerd voor u. Hallo? Ik heb hem gereserveerd voor u. Wie? Oh, de kamer. Ja, tuurlijk. Ja? Dan zie ik u vanavond. Eén ding. Als het nou wat later wordt, hè? Later, bedoelt u late aankomst? Ja, als ik nou wat later aankom. Ja. En ik ben misschien in humeur dat ik misschien wat gezelschap zou willen. Ja. Snapt u, is het... Dat is geen probleem, hoor. Maar zou u ook... Ik heb natuurlijk niet zo... Wat kunnen regelen? Ja, we kunnen ook wat regelen. Oh, dat is uitstekend. Geen probleem. Daar ben ik blij om. Ja? Goed. Nou, tot ziens. Oké, tot vanavond. En tot vanavond, want ik kan al bijna niet wachten, weet je toch? Oké. Heb je dat ook wel eens, dat je bijna niet meer kan wachten? Niet vanavond, ook ga nee? Ik heb het niet, dat is nee, doe je er al lang niet mee? Ja, lang. Ja? Gerard Niemeyer, jij hebt een 1 april grap uitgehaald. Ja, dat kun je wel vertellen, ja. Ja, en ja, we lachen er nou om. Ja, dat moet je anders, hè? Ja, ik vind het ook zo. Maar die grap, even voor de luisteraars, die is een beetje uit de hand gelopen. Nou ja, het is natuurlijk vrij heftig. Ik heb mijn benen laten amputeren. Ja. En... ik had hem nogal wat gedronken en het was voor mij niet helemaal duidelijk dat het niet meer echt terug te draaien was. Nee, je had het gedaan als grap voor je verhaal. Als grap, ik wilde binnenkomen op een of ander rolstoeletje met een dekentje over mijn benen. Ja. En dat zei dan zo schrikken achteraf denk ik van ja... En dat dekentje weg zou trekken en dat... Ja, maar dat dekentje was natuurlijk al lang genoeg geweest. Ja, en, ja. Dus misschien een beetje te hebben. Ze schrok trouwens wel. Ik bedoel, hij werkt, hij op zich de grap werkte wel. Dus ze schrok. Ja. Ze schrok heel erg. Ja, ja. En... Zij is flauwgevallen toen, hè? Zij is flauwgevallen. En lelijk terechtgekomen? Ze is heel lelijk terechtgekomen. Echt lelijk terechtgekomen. Ze is op, ja, we hebben zo'n nieuwe, we hebben een vrij moderne keuken met heel wat uitstekende hoeken. Ja. Van metaal. Van metaal, ja. Dus, ja. Dus het is een legering. Ja. En zij is eigenlijk vlak onder de atlas, waar de schedel op teunt. Ja, precies. Net dat weken punt onder de... Ja. Ja. En zij heeft haar nek gebroken. Ja. Waar ik maar niet bewust van was. Niemand wist dat de buurman kwam. Die heeft dat proberen op te tillen. En je moet nooit iemand optillen. Zeker niet. Die zijn nek gebroken. Nee, dat was eigenlijk de knak die het verwijtje afmaakt. Ja. Dus... Ja, dat mag je toch echt wel van een uitloop lopen. Ja. Jij bent je benen kwijt? Ik ben mijn benen kwijt, ja. En natuurlijk, ja, ik voetbal heel graag. Ja. Dat maakt natuurlijk extra zuur. Je leefde voor de sport, laat eerlijk wezen. Ja, dat ging ook heel goed. Ja, ja, want je had een contract aangeboden gekregen. Ja, van Vitesse. Van Vitesse. Ja. Om vanaf volgend seizoen in de basis eigenlijk te spelen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Dat kan nou niet meer. Nee, dat is nou onmogelijk. Achteraf denk je natuurlijk van ja, ik had het niet moeten doen. Ja, maar dat is in dat moment zelf. Dat is natuurlijk achteraf. Ja, alleen de grap voor ogen. Ja. En niet deze consequentie. En hij werkte ook, ze schrok. Ze schrok heel erg.